Deel van de tribunes zijn leeg voor deze wedstrijd op last van de tuchtcommissie. Als Jong PSV op bezoek is bij de Graafschap. Jong PSV heeft trouwens begin november voor het laatst gewonnen. En heeft ook nu al meteen een probleem. Want we zijn nog geen 5 minuten onderweg. Als Sandro Schenk de 1-0 binnenkopt voor de Graafschap. Goeie aanval, prima kopbal. Met onder andere bij de thuisploeg Ralf Seuntjes in de basis. De man die vrijdag de wedstrijd besliste uit bij Eindhoven. En die wordt hier niet bediend, want het is Tristan van Gilst die het zelf doet. Van Gilst speelt op de plek van de geschorste Bassar Renaud. En speelt een uitstekende eerste helft. Hij scoort de 2-0. Dan lijkt er weinig aan de hand voor de Graafschap, maar komt Jong PSV uit het niets terug. Dankzij deze rake kopbal van de Israëler Tai Abed. En dan doet Willy Boessen met zijn ploeg weer mee in deze wedstrijd. Opnieuw de Graafschap. Nog altijd in de eerste helft. De bal tegen de paal van Colijn. Daar is Willy Boessen, oud-speler van de Graafschap. En je ziet dat Jong PSV het erg lastig heeft in deze wedstrijd. Vorig seizoen werd het 3-2. Toen scoorde in de blessuretijd Jadir de winnende goal. Nu staat het 2-1 voor de Graafschap. En is hier een hard schot van Van Gilst. Tegenstander gaat neer, maar de aanval gaat door. Colijn terug naar Tristan van Gilst en dan is het 3-1. Scheidsrechter Bos laat doorspelen en daar profiteert deze jonge Tristan van Gilst van. Een heerlijke wedstrijd voor hem. Met vandaag zijn eerste 2 treffers ook in het betaald voetbal. Ja, daar ga je van swingen in Doetinchem. In de tweede helft gebeurt er niet al te veel als PSV besluit tot een slotoffensief. En dat leidt tot een doelpunt hier van Dante Gilbert. Maar dat is buitenspel. Op het moment dat Babadi speelt. Maar de vlag blijft merkwaardig genoeg omlaag. En dan gelooft Willy Boessen er weer in. Want het is een cadeautje. Hier toch duidelijk buitenspel. Maar de treffer gaat door van Dante Gilbert. En dan is het dus 3-2. En kan er nog van alles gebeuren in deze wedstrijd. PSV dringt aan met Unneke, die ook nog wel een paar kansjes kreeg in deze wedstrijd. Maar die leidt nu balverlies en daar is een invaller genaamd Mimoun Mahi. En hij beslist uiteindelijk de wedstrijd. Mahi met de 4-2. Dat betekent winst voor de Graafschap. En ook de ploeg van Jan Vreeman doet weer volop mee om de prijzen. Dat is de vanavondse conclusie na deze mooie overwinning.